Good morning and how are you doing? Zou Joey uit Friends zeggen. Het is weer maandag, mensen. Ik weet het, niet de meest favoriete dag van de meesten onder ons. Ik heb stiekem wel een klein beetje een voorliefde voor de maandag, omdat ik het gewoon gaaf. Omdat ik het gewoon een hele lekkere dag vind. Er zit een beetje de energie van in van werken, gericht dingen doen. Dus ik hou er stiekem toch een beetje. Ik ben ervan gaan houden. Ik vond het vroeger een verschrikkelijke dag. Maar als je doet wat je leuk vindt, is de maandag juist een dag om naar uit te kijken. Nou, leuk en leuk als je aansluit. Wat we vandaag gaan doen. Ik had deze natuurlijk niet aangekondigd. Een beetje net op het laatste moment misschien. Maar ik vond het wel weer even leuk om samen live te gaan. Dus we gaan straks een energy pool doen op een iets andere manier dan je gewend bent. En ik wil je alvast uitnodigen, voor zover ik dat nog niet had gedaan, voor het programma. Het gratis online programma dat we in augustus gaan doen. Body Talks. Dat start op 3 augustus. Gewoon in deze groep. Dus als je al in deze groep zit. Goedemorgen Margaret. Leuk dat je er bent. Hallo. Als je al in deze groep zit, hoef je daarvoor niks te doen. Maar we gaan in dat... Ik werd er tussendoor gebeld. We gaan in dit programma aan de slag met... Ik ben even van me apropos. We gaan in dit programma aan de slag met je lijf. Nou, dat spreekt voor zich. Maar hoe zou het zijn als je lijf liefdevol zou behandelen? Want we willen graag... We vinden vaak van alles van ons lichaam. En we projecteren allerlei oordelen op ons lijf. Dat we niet mooi genoeg zijn, niet sterk genoeg of... misschien zijn we te dik of dat. En dan willen we ook nog dat ons lichaam mee verandert. Nou, zo werkt dat dus niet, want dan wil je vanuit weerstand iets veranderen. Ik wil je gaan laten zien hoe je dat op een andere manier kan doen. En hoe ook hoe je het. Het gaat echt niet over afvallen of dat soort dingen. Maar eigenlijk alles waarin je meer naar je lijf kan luisteren. Waarin je je lijf weer op één gaat zetten. Want je lijf is er altijd voor je. Ben jij er ook voor je lijf? Dat is eigenlijk ook misschien wel de grote vraag. Daar gaan we mee aan de slag. En we gaan het lichaamsbewustzijn ook echt aanzetten. Dus dat wordt een... Ik heb daar heel veel zin in al. Want hoe zou het zijn als we ons lichaam meer gaan koesteren? Soms maken we ons lijf bijna een soort van vijand. En het is het grootste goed wat je misschien wel hebt in dit leven. Dus zorg dat je erbij bent. 3 augustus starten we. Er volgt nog meer informatie over het programma. Maar ik wil het ook even laten ontstaan deze week. Om te kijken wat er nou in moet. Als je nog ideeën hebt of dingen die je behandeld zou willen zien. Laat het weten. Dat mag via deze groep of via een persoonlijk berichtje of op een andere manier. Gaan we gewoon starten met deze maandag. 27 juli. Mag je ogen sluiten. En neem ook even de tijd om alle informatie die ik net op je gebombardeerd heb, gewoon van je te laten afglijden. En gewoon helemaal de grond, de aarde in te laten glijden. Gewoon door je lijf naar beneden te laten gaan. En daarmee glijdt het als vanzelf van je af. Informatie die geen lading heeft. Dus die niet ergens op aanhaakt, glijdt gewoon van je af. Vaak houden we eraan vast omdat er dan nog iets is waar het op aanhaakt. We gaan een energy pool doen op een iets andere manier dan je gewend bent. Een energy ball is het eigenlijk. En nou, je mag ook wel even je ogen open doen, dan ga ik het voordoen. Wrijf even in je handen. En laat even de energie voelen. Merk even de energie die tussen je handen ontstaat. En voor soms is het daar nodig om even te wrijven, om het echt te ervaren. Maar laat de energie groter worden en maak er een soort energiebal van. En blijf gewoon voelen hoe die energie tussen je handen is. Oké. En merk hoe de energie, en laat in deze bal de energie verschijnen van het leven zoals je het wil leiden. En merk even goed op, daarvoor mag je ogen wel weer sluiten. Dat maakt het makkelijker om iets te merken. Maar houd die bal in beweging, houd die bal echt in beweging.
En merk hoe die energie is. En laat dan alle energie die hier mee resoneert, die hier gelijk mee is, die op hetzelfde trillingsniveau zit, op dezelfde frequentie. Dus alles wat in afstemming is met het leven wat je wil leiden, wat je nu neerzet in die bal. Laat die bal een magneet zijn en laat het die energie aantrekken. En natuurlijk wordt die dan ook groter, maar voor nu kun je hem gewoon met je handen de energie blijven modelleren of in beweging brengen. En realiseer je ook dat het aantrekken is één kant van de medaille, maar als je straks de dag doorgaat, vergt het ook van jezelf een keuze. Dus elke keer als je zelf kiest voor een energie die niet in overeenstemming is, door bijvoorbeeld te reageren op iemand. Stel je voor, iemand heeft kritiek op je werk. Ik noem maar even iets hoor. Het is zomaar een voorbeeld. En jij vindt iets van hem of haar. Dan draag je niet bij aan die eigen energie van je leven. En ook niet van hem of haar leven. Dus realiseer je heel goed dat naast het aantrekken je ook een eigen keuze hebt in hoe jij die energie in je leven aantrekt. Waar wil je meer van? Want dat is dan eigenlijk wat je zegt. Dat is ook even de reden dat ik die energie wel laat doen. Zodat je kan voelen en merken wat die energie is. Hoe dat voelt. En als je iets anders voelt dan dit. En jullie zijn allemaal hele slimme ladies die heel energy sensitive zijn. Anders zouden jullie hier überhaupt niet zijn. Als je voelt dat het mindert, het voelt als even als een oordeel, maar als je voelt dat de energie lower is, ik ga het toch maar zo noemen, dan laat die gedachte, als het een gedachte is, geef er gewoon niet te veel, laat die gewoon ook door je heen glijden, weet je. Het neemt er, hecht er gewoon niet te veel waarde aan. Het is ook niet verkeerd als je dat denkt, maar denk je gewoon, oké, dit is niet wat ik wil. Doeg. Weet je, zo simpel kan het zijn. Maar realiseer je, en daarom, want dat vergeten we heel vaak, is dat op het moment dat jij ergens voor kiest om je vast te bijten of ergens tegen in te gaan, iets van iemand te vinden of iets van te vinden dat de ander verantwoordelijk is of whatever it is, het draagt niet bij aan jouw energie en eigenlijk draag je dan bij aan de realiteit die je niet wil creëren. Oké, en blijf gewoon langzaamaan, blijf je afstemmen, blijf je met je lijf afstemmen. Nou, houd die bal in beweging. En vul je helemaal op met die energie. En merk hoe dat is. En laat die energie ook gewoon helemaal opvullen. Dat is één. En uitreiken naar iedereen, alles en iedereen met wie je vandaag contact hebt. Met je creaties, datgene wat je vandaag wil gaan neerzetten. En even kijken. Ja, injecteer bijna je leven van vandaag daarmee, weet je. Net alsof je, ja, dat klinkt wat naar. Maar laat het gewoon overal, door de hele dag door, deze energie doorcijpelen. Dat mag de plek zijn waar je nu bent. Maar en misschien je mailbox voor je werk. Vul dat allemaal op met deze energie. Dat is wat ik bedoel met injecteren. En de dingen die je gaat doen. Voel hoe licht dat ook is. En zo licht mag het ook. Heel vaak doen we een stap terug naar het wat meer moeilijke of lastige gedeelte. Omdat we dat gewoon kennen. We zijn niet zo gewend in die lichtheid te leven. En dus kiezen we vaak toch weer een stap terug. Omdat het ook een beetje gek aanvoelt. Het andere mensen soms doet denken van, hè, ben jij dit dan wel? En doen we heel snel een concessie en gaan we weer terug. Ik wil je vandaag vragen, en uiteindelijk kies je zelf, hè, natuurlijk, om zoveel mogelijk voor de lichtheid te kiezen. Elke keer als je het merkt. En je kan deze oefening nog een keer doen, tijdens je lunch of later op de dag.
Kies voor je lichtheid. Dus laat het nog eventjes, blaas het uit over de hele dag. En laat het daarmee, ja, laat het als stof, zeg maar, over je hele dag uitwaaieren. Dat je hele dag geïnjecteerd is met die lichtheid. En eigenlijk werkt het zo simpel, weet je. Als je merkt dat de energie die je ergens vandaag krijgt, die niet in overeenstemming is met dit, kijk dan even voor jezelf wat er dan op dat moment gebeurt. Als het een overtuiging is van jezelf, kun je het gewoon vernietigen en oncreëren. Als je iets opmerkt van een ander, stuur je het retour afzenden en dan gewoon weer verder. Dan, that's it, weet je. Zo simpel kan het zijn. Zo simpel voelt het misschien niet, want het vergt ook een mate van bewustzijn. Maar daar kan je jezelf in trainen. Onder andere door meer voor de lichtheid te kiezen en vaker te poelen, energie te poelen. Oké, nou, hou de bal nog even in beweging. Oké, en dan mag je deze oefening afsluiten, je ogen openen. En dan wens ik je met Margaret een hele fijne maandag, een Magic Monday toe, zou ik wel bijna willen zeggen. Die echt gewoon fijn, licht en sprankelend aanvoelt. En dat, ja, dat heb je zelf al deels in de hand doordat je kiest om hem goed te starten, zou ik zo willen zeggen. Fijne dag, doeg!